de mensen in Parijs toch zo rijk zijn. Waarom konden mijn ouders er niet voor mij zorgen? Ik denk dat ik het weet. Je moeder was jong en niet getrouwd. Er zal wel een slechte man geweest zijn. Een knappe slechte man die beloofd had met haar te zullen trouwen en haar daarna in de steek liet. Hoe kon ze voor je zorgen? Ze had niks. Geen geld, geen huis. Daarom is de kaart met de 8 zo belangrijk. Ooit zal ze je willen opzoeken. Zonder die kaart zal ze nooit willen geloven dat je haar zoon bent. Maar wat ben ik nu met zo'n stomme 8? Wil je dan niet weten wat er gebeurd is? Nee, ik wil het helemaal niet weten. Leon moet weg. Hij blijft. Ach, hij overleeft het wel, net als ik. Hij is hier al veel te lang en hij eet veel te veel. Het wordt tijd dat hij naar Parijs of Auxerre gaat en ergens in de leer gaat. Ja, me nooit verteld dat hij zelf ook een vondeling was. Ik ben niet zo'n kletskous als jij. Maar dit? Ach, het is het verhaal van zoveel mensen in de Morvan. En het is een erg kort verhaal. Er was eens een vondeling die een voedster kreeg, overleefde, groot werd en de wijde wereld introk. Zo ging het bij mij en zo zal het ook bij hem gaan. Hij kan vader helpen met hout hakken. Ach, hoe lang zou hij dat volhouden, denk je? Hij zit in zijn nutteloze jaren. Te oud voor de borst en te jong om te werken. Hij kan mij helpen met de beesten, met naar de markt gaan en eieren kopen. Hij kost meer dan hij opbrengt. Hij blijft. Sla hem zoveel je wilt. Leon blijft. Meline is dood. We dronken in de rivier. De enige persoon waarvan ik hield. De enige persoon die van mij hield. Doodde zichzelf, omdat ze van iemand anders hield. Iemand waarvan ze niet van me houden. Meline was de enige persoon waar ik hem gaf. En nu laat ze me zomaar in de steek. Alleen. Ik wil niet verder zonder haar. Onze band was zo sterk. Dat was de enige die mij begreep. Ik denk dat ik liefde was. A, B, C, D, E. Goed zo, Leon. Maar waarom wil jij eigenlijk lezen en schrijven? Ik wil naar Parijs. Naar Parijs? En waarom dan wel? Ik wil hier weg. Ik wil een nieuw leven beginnen. Waarom? Je hebt hier alles wat je wilt. Onderdak, mensen die van je houden. Ik ben een vondeling. Ik hoor niet thuis deze mensen. Ik hoor thuis in Parijs. Zijn je ouders daar? Nee, dat weet ik niet. Maar ze hebben wel dit herkenningsteken gegeven. Het is een 8 of zo. Nee, Leon. Kijk eens goed. Het is een oneindigheidsteken. Het streepje moet naar beneden. Oneindigheid. Dat gaat vast over mijn leven. Ik moet blijven wandelen. Blijven lopen. Ik moet in Parijs geraken. Als ik in Parijs ben, kan ik beginnen met een nieuw leven. Leven zonder Meline. Weg van de Morvan. Weg van alles. En toen kwam ik aan in Parijs. Madame. Madame. Geef u geen slaapplaats van mij, alsjeblieft. Ik vrees van niet, jongen. Maar ik kan ergens anders naartoe. Waar zijn je ouders dan? Die heb ik niet. Dan moet je naar het weeshuis gaan, La Pitié. Daar zijn veel jongens zoals jij. Maar ik wil helemaal niet naar het weeshuis. Ik wil een slaapplaats. En ik wil werken. Ik wou dat ik je kon helpen, maar ik heb al een logeer van haar. En in het bed van oude Marie? Dat kunnen we toch niet doen, Madeleine. Maar jawel, kijk hem. Hij is nog zo jong. Marie blijft toch nog even in het ziekenhuis. Oké dan. Die kamer is langs mijn appartementje. Kom vanavond maar langs voor ik kom huizen. Dank u, madame. Chérie. Madame Chérie, dat is haar naam. En hoe heet jij? Leon. Leon, dat kunnen we gemakkelijk onthouden. Leon. Het fascineert me. De schrijvers prachtige verhalen kunnen schrijven. Ik mocht in het kamertje van de ondertussen overleden Marie blijven wonen. Ik las honderden boeken in Parijs. Elke dag dat ik verdiept in mijn boeken. Ik hou ervan. Als ik boeken lees, ben ik weg van mijn wereld. Het is mijn droom om schrijver te worden. En die droom werd werkelijkheid. Je stopt toch niet met werken, hoor ik? Voor vandaag wel, maar aan de overkant zijn ook uw collega's aan mij. Maar ik had gehoopt dat u mij ging helpen. Er wordt namelijk verteld dat u zo goed bent in uw werk. Oh. Alsjeblieft. Kan u morgen niet terugkomen? Morgen vroeg? Nee, dat is echt... Komt u dan zo ver vandaan? Ja, te ver. Dankjewel, ik zal proberen het kort te doen. Oké, hoe moet ik beginnen? De brief is bedoeld aan een jonge man. Beste jongen? U moet het weten. Lieve jongen? Nee, liefste jongen. Ik had het al heel lang willen doen, maar ik kon het niet. En zo ging ons gesprek verder. Het was een aangenaam gesprek en een heel lange brief. Wel maar een rare brief. De brief stond dat de vrouw spijt had van verschillende dingen.
Ze vroeg om vergiffenis. Voor een vuurige. Ik voelde het ook aan de manier waarop ze de dingen zei die ze schrijven. Op een of andere manier raakten we het me wel. Maar plots zei de vrouw iets heel angstaanjagends.